Klopt, ja, het gaat om het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Gisteren protesteerden twee mannen al op het dak van de school. Ze hingen daar toen een spandoek op. En vandaag halen allerlei andere islamitische organisaties hard uit naar die school. Volgens hen kaapt de school het alleenrecht op islamitisch onderwijs. Omdat ze weigert te overleggen met andere organisaties. Dat staat vandaag groot in de Volkskrant. En de Volkskrant schrijft dan, de school is de droom van de oprichter, maar de nacht van vele anderen. Vrijwel niemand is er enthousiast over. De school is al veel langer omstreden. Staatssecretaris Sander Dekker die heeft lang geprobeerd om de school tegen te houden, de subsidie die school zou krijgen. En we vroegen aan Elsevier-journalist Nikki Sterkenburg hoe het kan dat die school er toch is gekomen. Deze school mag er komen omdat er gemeente is dat er genoeg draagvlak zou zijn, dat er genoeg leerlingen in Amsterdam en omstreken zouden zijn die naar deze school willen. Een van de leden van het schoolbestuur is eerder in opspraak gekomen omdat hij de Islamitische Staat aanmoedigde. En daar had het schoolbestuur volgens staatssecretaris Sander Dekker niet snel genoeg afstand van genomen. En tegelijkertijd lijkt deze school ook een doorstart te zijn van het Islamitisch College Amsterdam. En daarvan weten we dat bijvoorbeeld de klaslokalen in het verleden na schooltijd werden gebruikt om hele zware salafistische lessen te geven. En dan een opmerkelijke lezing van de CDA-leider Buma gisteravond. Ja, die hield gisteren de negende